Deze zaterdagmorgen hebben wij de Heilige Schriften, het dierbare heilige woord des Heren open liggen. En wel bij een gedeelte vanuit het Nieuwe Testament, bij het Bijbelboekje Titus. Het Bijbelboek Titus, het heeft, geloof ik, 3 hoofdstukken. Het is een pastorale brief die de apostel Paulus, gewerkt door de Heilige Geest, daar aan zijn geestelijke broeder, aan een Titus, zijn geestelijke broeder, of zoals u wilt, zijn geestelijke zoon Titus, heeft geschreven. Vol pastorale werken. Dat zij bevestigd zijn vanuit de zaligmaker. Dat ze het woord, wat van alle tijden en van alle plaatsen is, van boven in hun hart hebben ontvangen. En dat onderstreept ook de apostel Paulus, de leer die naar de godzaligheid is. Ze zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, of zoals vermeld staat in de Titusbrief, geen Joodse fabelen zijn zij nagevolgd. Maar zij zijn dienstknechten Gods, apostelen van Jezus Christus. Titus, hij is geboren, waarschijnlijk uit Griekse ouders of uit heidense ouders. Maar hij is tot het geloof gebracht. Kanttekeningen zeggen hier zo schoon bij: het waarzaligmakende geloof, wat vanuit Jezus Christus is. Titus zal het ook wel ondervonden hebben in zijn hart, gewerkt door de bearbeiding des Heiligen Geestes, dat er uit hem geen vruchten zijn in de eeuwigheid. Maar dat het nu alleen in die borg en in die zaligmaker Jezus Christus te vinden is. Zoals de apostel Paulus in de Romeinenbrief beschrijft: uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Behouden. Dat waarzaligmakende geloof, waar ook de kanttekeningen zo dikwijls op wijzen. Want er was ook geloof wat maar voor een korte duur was. Tijdgeloof, een historieel geloof, het had geen grond, het had geen eeuwigheidswaarde. Hoe is het nou bij ons, in ons hart, gesteld? Dat die voortdurende smeekbede toch in het hart geboren zou worden. Dat we zouden leren vragen. Heel eerbiedig. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. Voeg het samen tot de vreze van uw naam. Apostel Paulus, hij mag hier een pastorale brief schrijven, een zendbrief aan zijn broeder van zijn geestelijke zoon, zoals hij ook zijn geestelijke zoon Timotheus heeft ondersteund door verschillende brieven, om hem te waarschuwen, maar ook dat ze niet in vreemde vaarwateren moeten gaan, maar alleen hem in het oog te houden, door wie zij zelf gezonden zijn, door
Jezus Christus en dien gekruisigd voor een al bederven. Apostel Paulus, eerst in zijn eertijds, hij was onberispelijk. In zijn eertijds roemde hij in het vlees. Maar de apostel Paulus, hij moest er achtergebracht worden. Dat uit de werken der wet geen vlees wordt gerechtvaardigd. O, die lessen die ook het Nicodemus, een vooraanstaande fariseer, heeft moeten leren. Dat er nou nog genade is voor een wetsijveraar, voor iemand die de werken der wet eerst leefde, maar nu door de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Paulus, hij had die fariseer leren kennen. Toen hij van zijn paard viel. Hij dacht Goden een welbehagen te doen, ook in de vervolgingen. En hij had een welbehagen in de dood van Stefanus. Maar hij kreeg een blik naar binnen te slaan, terwijl dat alles gitzwart was voor zijn ogen. Heere, wie zijt gij? Saul, Saul, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzen tegen de prikkels te slaan. Zoals een os die met zijn hielen achteruit trapt omdat hij het juk niet wil trekken. En dat zal pijn hebben gedaan in de ziel van een Paulus. Toen hij zag dat hij de dierbare borgenmiddelaar op zijn hart had getrapt. Heere, wie zijt gij? Moest van boven voor hem verklaard worden, door woord en door geest. De apostel Paulus, hij spreekt zijn geestelijke broeder Titus aan, met wie hij ook vele zendreizen heeft mogen doen, voornamelijk per boot, zijn mede getrouwe metgezel, om hen in het pastoraat te ondersteunen. Dat alles uit geloof, door geloof en tot geloof. Spreekt vanuit de volle verzekerdheid van dat vaste fundament waarop zij beiden dus gegrond zijn. Het woord verkondigende door middel van de prediking en ieder die hoort. Apostel Paulus zal het ook ervaren hebben in het hart, in de hopen des eeuwige levens. Dan moeten wij denken aan de dichter van Psalm 39. Nu dan, wat verwacht ik? Mijn hopen, die is op u. Het leven is kort, het leven. Vorige week even gehoord, het is een damp en de dood wendt ieder uur. Leer ons met de Mozes, met Psalm 90, alzo onze dagen te tellen, opdat wij een wijs hart zouden bekomen. Al die dagen, ook waarin een Mozes leefde, en evenals al Gods dienaren,
Duizend jaren zijn bij de Heere gesteld als één dag. En één dag is als duizend jaren. En wie kent de sterkte uw torens en de macht naar de welke gij te vrezen zijt? Zo zal ook de apostel Paulus gedrongen zijn geweest. Verschillende zaken op verschillende manieren. Hij werd van tweeën gedrongen om hier nog eventjes op deze aarde te blijven. Maar hij verlangde ook naar boven. Moest menigmaal uitroepen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar ook die hartelijke dankbeden. Ik dank God door Jezus Christus. Mij verlost heeft. Zo moeten wij ook denken. Die Heidelbergse catechismus. Door zijn dierbare bloed. Dat hij voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft en mij uit alle macht en heerschappij des duivels verlost heeft. Dat alle tijden en alle plaatsen, dat het alles in zijn hand is. Dat wij zonder zijn wil ons niet kunnen roeren of bewegen. Dat hij alles in zijn hand houdt. Dat alles nog voorspoediglijk door zal gaan indien het hem behaagt. En als er dan rampen komen, als er dan tegenspoeden komen, om dan geduldig te zijn, in voorspoed dankbaar, tegenspoed geduldig. Hij heeft immers beloofd, ik zal met u lieden zijn. Mijn raad zal bestaan, ik dacht Psalm 32, en mijn oog zal op u zijn. Dat is niet zomaar gegrepen. Nee, dat is in het hart verklaard door de Heilige Geest. Zo willen wij ook met de benen in het hart om hulp van boven deze middag een ogenblikje stilstaan bij wat u kunt opgetekend vinden in de zendbrief van de apostel Paulus aan zijn geestelijke broeder Titus. Daarvan het eerste hoofdstuk. We willen dat gedeelte ook eerst samen lezen. Paulus, een dienstknecht Gods, een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods en de kennis der waarheid die naar de godszaligheid is. In de hopen des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, dus al van eeuwigheid, geopenbaard heeft te zijnde tijd. Namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is. Naar het bevel van God onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Dat betekent naar dat echte, dat oprechte geloof, dat beproefde geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God en Vader en de Heere Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voort zoudt terechtbrengen. Kijk, kijk, daar moet de Titus ook nog naar de nadere weldaden nog onderwezen worden. Titus, ook waarschijnlijk nog maar net een beginnende dienstknecht, want hij wordt hier aangesproken als een geliefde zoon. Oprechte zoon dus. Maar hij moet ook nog zoveel nadere weldaden leren. En ontvangen, ontvankelijk gemaakt worden door de Heilige Geest. Dat hij alleen overtuigt. Ja, van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. En dat die torenlast daarop hun rust. Van nature drukt daar een hemelhoge last op een ieder. En hoe zal het dan ooit nog goed komen? Hem te aanvaarden. Mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. Doe wat goed is in uw heilige ogen. Ben uw gramschap dubbelwaardig. Dat moet beleefd worden in de ziel.
dat hij op zijn tijd zijn zoon zou openbaren. Dat wij uit geloof, door geloof en tot geloof zouden leven. Want hij is het immers, die Heer is en die levend maakt. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Hem te erkennen, hem te belijden, dat hij is zo waard, hè? Om gevreesd, om gediend te worden. Zoals ook de apostel Johannes heeft getuigd, niet van zichzelf, maar van hem. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Dat hij op zijn tijd zichzelf zou openbaren en door woord en door geest geleid. Dat is nou genade alleen. Dat er nou voor zo'n hulpbehoevende nog genade is, die ontledigd is, die hem nodig heeft gekregen om die oorzaak. Kreta gelaten, dat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen. En dat gij van stad tot stad zou het ouderlingen stellen gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, in een vrouw, man, gelovig, kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaamheid zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot wijn, geen uitsmijter, geen vuil gewin zoeken, maar die gane herbergt, die de goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig en kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, omdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn een al vele ongeregelden, ijdelsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewinswil. Een van hen uitzijnde hun eigen profeet heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Nou, dat is nogal wat, hè, als dat tegen u gezegd wordt. En zeker tegen al die rabbies daar zo, in de tijd. Want zij waren immers wetsijveraars, ze waren schriftijveraars. Maar ze hadden de dierbare Heer Jezus nog niet nodig gekregen. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen, die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein, ten reinen, maar de bevlekten en de ongelovigen is geen ding rein. Maar beide hun verstand is een conscientie, zijn bevlekt. Dat betekent hun geweten spreekt niet meer. Hun geweten is als met een brandijzer toegeschroeid. Zo staat in een andere plaats. Dus hun conscientie. Weet u, dat stemmetje van binnen, dat spreekt niet meer. En daar heeft namelijk Paulus verdriet over gekregen. En zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Alzo zijn zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goede werk ondeugende. Ondeugende. Dat is een beetje een oud woord. Maar ze zijn
in de werken niet deugend, vals dus. Alleen maar bewerkend in eigen werken en niet begerig naar die redelijke en die onvervalste melk. Titus, die een oprechte zoon van een Paulus, ja, hij krijgt onderwijs. Want er zijn ook vele kwade lieden, vele verleiders die zich Joodse fabelen hebben toegeëigend, maar zij berusten niet in het werk van de zaligmaker. Dat is nu ook vanochtend de vraag. In welke werken berusten wij? Ja, dat is toch een vraag die wij behoren te stellen. Is het nou alleen in die getrouwe arbeid van de dierbare Heer Jezus, die zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen? En apostel Paulus leerde geen alverzoening. Dat het zo? Nee. Maar alleen die hij door een waar geloof, door een oprecht geloof, hij in Christus heeft ingelijfd, die hem hebben leren kennen, aan zijn stem, aan zijn liefelijke nodiging. Die goede herder die zijn leven heeft gesteld voor de schapen. De Heere vragen om een zegen, de opening van onze harten, door het woord en door zijn geest. Zo komen wij deze morgen tot u in het gebed. U bent heilig en u bent rechtvaardig. En u doet uw zon nog schijnen over boos en over goed. En ook deze morgen waar de zon, de vroege ochtendzon, ook hier ons huis binnenkomt. Dat is alles van uw goedheid. Maar nu vragen wij u heel eerbiedig of u die zon der gerechtigheid ook in het hart wilde laten schijnen. Want we moeten beleiden, ja, van stonden aan, wij zijn al bedervers. We hebben alles verbeurd en verzondigd. Wij zijn het niet waardig dat gij onder ons dak zou inkomen. En hoe ook zo vanochtend, ach, wilt u nog enige woorden schenken ter bemoediging, ter vertroosting, of het zij ter vermaning, om ons terecht te brengen op het plaatsje waar wij behoren te zijn. Wilt u zo schenken uw genade. En laat die genade ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Ja, en uw heerlijkheid die van uw kinderen wijken. Och, kunnen mocht het zijn, uw liefde, uw macht, behoed ons voor bezwijken. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Bekroon ons werk, bekroon uw werk van nu af aan en in alle eeuwigheid. Want daar zal het toch eeuwiglijk om gaan, dat u zou bloeien. Dat eeuwiglijk zou bloeien de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En nu zijn er ook in onze dagen die staan naar hele mooie woorden en naar gepaste woorden, en dat is ook goed. Ach, maar hier in dit leven is alles nog zo broos. En zou u dan nog een woordje willen spreken? Om tot onze ziel te spreken. Ja, in haar geween en zeg haar, ben uw heil alleen. Hoe moeilijk het ook soms kan zijn, ook. We moeten toch telkens maar weer bediend worden door u. Kunnen mocht het zijn door het werk van de Heilige Geest, die Heer is en die levend maakt, en die de harten vernieuwt, die verbrijzelt waar het hart is,
en die weer een week een teder hart wil schenken, dat ontvankelijk is zoals een weltoebereide aarde, dat is nou uw werk. Ach, uw werk behoudt dat in het leven. Midden der jaren, gedenk in de toren des ontfermens. Nu komt er ook in deze tijden zoveel op ons af. Zoveel wat ons kan bedrukken, kan benauwen. En het lijkt ook in onze dagen nooit goed te zijn. Men vindt altijd wel een woord om dat in een valse zin te doen verkeren en alles maar arglistig te verraan. Ach, dat heeft u knecht David toch ook in het boek der psalmen in psalm 56 moeten ondervinden, dat die haters hem op de hielen zaten en dat ze de woorden in een valse zin doen verkeren en alles maar arglistig verraan. En als het ware voelde hij de adem van zijn vijanden al in de nek. En dat doorstiette hem. Dat doorkliefde hem. Maar ook door eigen schuld getroffen en verslagen. Dodelijk gewond zijnde. Dat zij getroffen zijn door een pijl van uw goddelijke boog. Tussen de gesp en tussen de pansier. Zij moeten uitroepen, draag mij uit de lege plaats, want ik ben dodelijk gewond, ben getroffen. Opdat u die balsem vanuit die hemelhoge hemel zou schenken. En die balsem, dat geestelijke balsem uit Gilead. Dat heelt en dat geneest. Op uw tijd en op uw wijze. O, nu ook deze ochtend, we gevoelen de onbekwaamheid vanuit onszelf. Maar zou u de bekwaamheid willen schenken die vanuit u is? Opdat we niet verleid zouden worden door die fluisteringen van binnen. Gij hebt geen heil bij God. De Satan gaat rond als een briesende leeuw zoeken die wij zou mogen verslinden. Dat is nog onder de toelating van u. Maar als u ingrijpt, dan moet hij veldvluchtig wijken. En waar u komt, daar brengt u alles mee. Daar brengt u uw woord mee, daar brengt u de Heilige Geest mee. Daar opent u de harten zoals bij Lydia de purperverkoopster. Ach, we gevoelen het zo dat we u zo nodig hebben. Ook deze ochtend, toen de Bijbel weer dichtgevallen was en we het gedeelte weer moesten opzoeken. Ach, dat we toch niet in moedeloosheid zouden nederzinken. Maar dat u op uw tijd weer de woorden zou willen schenken. Ook al worden we aangevochten. Ook al worden we bestreden door die driehoofdige doodsvijand. Dat vlees dat ons aanklaagt. En de wereld. En de duivel. Die de boze zaden doet zaaien. Maar zou u willen opstaan over uw eigen werk? Dat uw werk toch zou schitteren, zou blinken. Dat u, de dierbare Heer Jezus, zou worden voorgesteld. Ja, hoe groot, hoe schitterend is uw eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is uw roem gerezen, o alvermogend opperheren. Ja, wat glans, wat majesteit hebt gij die een vorst bereid. U heeft het toch gesproken. Ook in uw dagen tot die rabbies, tot die fariseeën, tot die schriftgeleerden. Gij hebt geen leven bij uzelf. Ja, wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Maar uit de geest geboren is, dat is geest. Het is van twee in één. Of dood, of levend. Opdat doden zouden horen de stem der Zonen Gods. En die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Ook al waren hij of zij gestorven. Dat het voor een Lazarus nou nog kan. Die uit de doden is opgewekt. Omdat u de adem des geestes weer heeft gegeven. In de harten en in de zielen. En ook al zijn onze woorden dan krom. Ach, wilt u nog een woord schenken. Ten eeuwige leven.
dat het doet hetgeen u behaagt. Dat we hier in het heden der genade nog zijn, dat is al genade. Deze wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden, maar wie de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid. Maar deze wereld bloedt uit duizenden wonden en deze wereld gaat onder aan haar liefdeloosheid. En zo zien wij ook op het slagveld, in deze wereld, waar ook velen tijdelijke met eeuwigheid moeten verwisselen. Maar ook op dat slagveld van vrije genade zouden gebracht worden. En door het zwaard des geestes afgesneden van die oude Adam en ingeënt, ingelijfd in die nieuwe Adam, ingelijfd in Jezus Christus, door hem alleen. O, dan zien wij zich omringd door zijn weldadigheden. Ach. En uw discipelen moesten een onderwijs ontvangen, dus ook de oprechte zoon van Paulus, Titus, dat hij op was in de kennis en in de genade zou verkrijgen uit die zaligmaker. Maar ook zich zou wachten voor valse invloeden, voor valse Joodse fabelen, omdat hij geen kunstig verdichte fabelen zou navolgen. En bewaar ons daar ook voor. Bewaar ons voor onszelf. Bewaar ons voor de boze. Zegen het uwe en vergeef het onze om uw naams willen, om de Heer Jezus Christus willen. Amen. Eerste algemene zendbrief van de apostel Paulus aan Titus. Pastorale brief. Zodat Titus ook geestelijke vorming zou verkrijgen. En de leer van de vrijheid waarin ons Christus gesteld heeft, om op die gronden en in die hopen ook te prediken. Titus, geboren uit Griekse of uit heidense ouders. Titus was een medewerker van een apostel Paulus. Hij was geen vreemde voor een Paulus. Paulus was het ware gesteld als een geestelijke vader over een Titus en over een Timotheus. Maar ook Barnabas, die ook vele zendreizen heeft mogen doen. Cleopas, anderen, getrouwe leraars. Maar ook zij die pastorale ondersteuning verlangen, zo geloof ik ook, maar ook pastorale steuning nodig hebben. In vele opschriften van de zendbrieven, daar staat en daar wordt bevestigd dat Paulus namelijk een dienstknecht Gods is, een apostel van Jezus Christus, naar het geloof daaruit verkoren. Telkenmaal zien wij dat dat ook bevestigd wordt. Ja, want Paulus was eerst ook in zijn eertijd Saulus, een van de Joodse rabbijnen, de Joodse fariseërs, die daar dus eerst in het vlees wandelden. Paulus, hij meende een welbehagen te hebben in de dood van de Stefanus en hij vervolgde de gemeente. Daarom ook wordt hier bevestigd dat hij wel werkelijk een dienstknecht Gods is en een apostel van Jezus Christus naar het geloof. Het gaat niet zonder het geloof. Het gaat ook niet zonder de genade. Het gaat ook niet zonder de gerechtigheid van boven. Het gaat ook niet zonder de verzoening in en door Christus. Nee. Er is nu alleen behoudenis door die dierbare zaligmaker. En dat is de grond waarop een Paulus en waarop een Titus mogen staan. Want zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Alleen die in hem gevonden zijn, zijn wij ook al in hem gevonden. Zijn we ook al door die genade bearbeid? Waarvan de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen ook spreekt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die
In Christus Jezus zijn die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die hebben hun doodsheid, die hebben hun dorheid van binnen leren kennen. En in die spiegel van die heilige wet, die hen voorgesteld is door het werk van de Heilige Geest, hebben zij leren kijken. Dat zij nu schuldig staan tegen al die geboden. Ja, wie tegen één van die geboden gezondigd heeft, die staat schuldig aan de gehele wet. Het is wat. Want wij zijn allen afgeweken. Tezamen zijn wij onnut geworden. Stinkende geworden in die heilige neusgaten. En hij kan geen gemeenschap hebben met de zonde. Dat we de zonde zouden leren haten en leren vlieden. Dat wij nu alleen hem nodig zouden krijgen. Hem leren aanbidden in geest en in waarheid. Straks als we het mogen beleven. En hopen weer te herdenken met kerstfeest. Dat is waarlijk Christusfeest mocht worden. Dat de Heer Jezus vanuit die hoge heilige hemel is nedergedaald in Bethlehems kribbe. Men zegt een beestenstal. Dat hij de mensen in alles gelijk wilde worden. Uitgenomen de zonde, dat betekent hij die geen zonde gekend, gedacht of gedaan heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Omdat hij doodschuldige zondaren zou oprapen van het vlakke des velds, daar zij vertreden lagen in hun geboortebloed. Omdat hij als overwinnaar in de strijd zijn volk de zegen zou schenken, pure, vrije, loutere genade zijn van die loutere goedheid en van die liefdekoorden en van die waarheid die hij schenkt in de harten. Waarheid in het binnenste. Omdat hij de weg is. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En waar hij gesproken heeft, niemand komt tot mij tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Om nu waarachtelijk bevonden te worden op dat vaste fundament. Hem te aanbidden in Bethlehems kribbe. In Bethlehems stal. Waar voor hem geen plaats was in de herberg. De Heer Jezus doet precies wat wij mensen nou niet zouden doen. Dat is, staat nu haaks tegenover elkaar. Hij ziet om. Bij ons is geen liefde, bij ons is geen genegenheid, bij ons is geen geborgenheid. Uit de werken der wet is geen vlees gerechtvaardigd. En dat die gebalde vuisten nog eens gevouwen handen zouden worden om hem te aanbidden in geest en in waarheid bij Bethlehems kribbe. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die hem nu hebben leren aanbidden. Gelijk een, heel eenvoudig hoor. Gelijk een Maria en Jozef. Gelijk de herders. Uit Bethlehems velden. Gelijk die wijzen uit het oosten. Die zijn ook getrokken. Door die loutere goedheid en door die liefdekoorden. Weliswaar ook eerst die koorden van veroordeling gevoeld. Om de hals. Want wat gebeurt er nou als de Heer in uw leven komt? Dan gaat hij openbaren dat wij hier geen bestaansrecht op hebben. Wij hebben geen bestaansrecht. Al onze deugden als een wegwerpelijk kleed. Al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed. Dat die lompen is zouden afvallen. En dat hij ons zou bekleden. De klederen des heils. Die mantel der gerechtigheid. Met die klederen die wit zijn gewassen. In het bloed des lams. Om hem nu nodig te krijgen. Bij de mensen geen plaats voor hem.
maar door de apostel Paulus. Hij getuigt van de Heer Jezus Christus, van die zaligmaker, al in het begin, hè? Al in het begin van die brief aan Titus. Paulus, een dienstknecht Gods, een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods. Omdat er een uitverkiezing is van eeuwigheid, daarom kunnen nog mensen behouden worden, zondaren behouden worden en goddelozen. Hij roept goddelozen tot bekering, zondaren tot bekering. Omdat ook Titus, een Griekse, een heidense, bekeerd is geworden. De kennissen der waarheid, die naar de godzaligheid is. Dezelfde leer der uitverkorenen Gods. Ja, wat van alle tijden en van alle plaatsen is verkondigd. Door Jeremia, prediker des oordeels. Maar ook door een koppige Jona, die precies de andere kant uitging. Maar Jona was wel een bekende en een beminde. Een apostel Petrus, die zijn meester driemaal heeft verloochend. Ook van die ondeugdelijke werken. Maar om nu afgebracht te worden van al die ondeugden. En nu gebracht te worden aan de dierbare voeten van de Heer Jezus Christus. En in de hopen des eeuwigen levens, levende, welke God die niet liegen kan beloofd heeft voor de tijden der eeuwigheid, maar geopenbaard heeft te zijn de tijd. Ja, alles op zijn tijd en op zijn wijze. Dat heeft David ook wel ondervonden in Psalm 34. Ja. Mijn tijden zijn in uw handen. Maar de dierbare Heer Jezus ook heeft getuigd tot zijn Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Waar hij het werk zijner handen heeft volbracht. Gewillig tot de eer zijns vaders. Opdat doodschuldige zondaren bevrijd zouden worden van de vloek der zonde. Bevrijd van de zondenlast. De apostel Paulus, voortdurend, moet de belijden, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, maar ook die dankbeden dat het nu alleen uit hem is. Namelijk door zijn woord en door de prediking, die mij is toebetrouwd, naar het bevel van onze God, onze zaligmaker. Dan wordt ook een Titus, zijn oprechte zoon, onderwezen. Die hartelijke zegen bete hem toe betrouwt. Jij in zijn naam op u legt. Genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. En om die oorzaak alleen, heb ik Creta verlaten, omdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen. En ze van stad tot stad brengen zouden. Een ouderling stellen gelijk ik u bevolen heb. Ook, ja, ook daar. De apostel Paulus. Hij is ook gesteld om daar de gemeenten, als het ware, onderwijs te geven. Dat er ouderlingen zouden zijn. Hier wordt gesproken van ouderlingen. En nog niet indirect van diakenen. Maar dat dan ieder zo ook in zijn ambt daar, die hij van God gekregen heeft en waar hij van God gesteld is, daar ook zou arbeiden. Ouderlingen, we lezen het in de Petrusbrief. Ouderlingen ook dubbele eer waardig te achten. Want al die ambten die zijn immers van God ingesteld. Dat ook de jongelingen, de ouderen onderdanig zouden zijn. Gewilliglijk, ook luisteren, indien zij ook het woord recht snijden. Misschien een moeilijk woord, maar indien zij het woord recht snijden en indien ook de leraars ook die sleutelen goed hanteren. Hè? Dat er een gezonde leer zou zijn die betamelijk is. De oude mannen nuchter, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de leidzaamheid enzovoorts. Alles in goede banen zou zijn.
Indien iemand onberispelijk een vrouw, man, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn, overdadigheid of ongehoorzaamheid zijn. Ook een bekend iets, hè? Ja. Wordt zoveel over gesproken. Niet overdadig zijnde, niet ongehoorzaam zijn. Wordt heel veel gesproken. Ja. Maar hoe is nou de praktijk? Nou, dan liggen de zaakjes wel eens anders, hè? Worden soms hele gewichtige woorden gesproken. Denk even in de maatschappij. Bij de regering. Ja. Maar ook vanaf de kansels. Worden hele gewichtige woorden gesproken. Als het ware, de gemeente wordt ook in sommige plaatsen worden ze gestreamd. Allemaal geslagen. Met de zweep. Met de zweep eroverheen. Als in de tijd van Dominique Erkok ook. Hij streamde de gemeente. Maar waar is nou de liefde? Wordt zoveel gesproken. Dat we ieder het zijn moeten geven. Zo'n enkel voorbeeldje. Maar hoe is het nou hier van binnen in het hart zelf? Om niet alleen maar eenzijdig, hè, zomaar dat eenzijdige te verkondigen. Alleen maar met die zweep erover. Nee. En als maar met dat vingertje, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat die vinger, die gaat nu naar mij toe. En dan zit die kwaal hier van binnen. Dan zit die kwaal niet daar, die kwaal die zit hier. Gij zijt als dood schuldig. Ook de profeet Nathan tot een David sprak. Voor die man die dat ene ooilammetje van die arme man nam. Terwijl hij zelf zoveel ooilammeren had. En nam dat ene lam. David zei, dat is een man des doods. Toen kwam die profeet Nathan die zei, gij zijt die man, kijk. Terwijl de Uria voor in de strijd zetten en de Uria doden. Gij zijt die man, ik ben die man. Gij zijt die vrouw, gij zijt die jongetje, gij zijt het meisje. Kijk, daar is het recht. Daar wordt de schuld geopenbaard. Daar moeten we in het stof. En daar moeten we hem bidden om vergeving van de zonde. Vergeef ons onze zonden. Vergeef ons onze schulden. Ja. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van het kwade, van het boze. Ja, want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. In alle eeuwigheid. Vergeef mij al mijn zonden. Die uw hoogheid schonden met de psalmdichter. Zo slaat uw hand mij neer. Gij ziet mijn beenderen beven en zo slaat uw hand mij neer. Met een David. Psalm 6. Maar ook die hartelijke belijdenis. De Heer wil op mij kermen, zich over mij erbermen. Hij houdt getrouw zijn woord. Er kan zoveel gesproken worden. Dat we niet in overdadigheid moeten leven of dat we niet ongehoorzaam moeten zijn. Ja, er kan zoveel gesproken worden. Maar wat is nou de praktijk? Want een opziener moet onberispelijk zijn. Als in de huisverzorger Gods. Niet eigenzinnig. Niet genegen tot toornigheid. Niet genegen tot wijn. Geen smijter, geen vuil gewinzoeker. Want dat gebeurt ook in onze dagen. Onder de mantel van allerlei zaken worden toch via slinkse wegen geld wit gewassen, bijvoorbeeld. Ja. Er wordt toch ook gesproken dat er nog brood mag zijn voor de neter. En dat de nooddruft er moet zijn ook voor de dienaren.
Dat ze van het gegevene leven, jazeker. Maar niet in overdadigheid. Moeten we ook weer voorzichtig in wezen. Maar dat alles in recht, in liefde, in matigheid en in rechtvaardigheid, in een heilige, kuise levenswandel zou geschieden. Dat hebben we toch ook voor de reformatie verkwanseld. Voor de reformatie in die Romeinse tijd. Totaal van God en zijn geboden afgeweken. Men diende de kerk. Ja. Maar een apostel Paulus, hij geeft ook nog andere lessen. Ook lessen tot herbergzaamheid, hè. Zijt herbergzaam onder elkander. Erkent degene die onder u arbeiden. Ja. Dat is ook zo'n les. Want het kwade en het goede moet niet vermengd worden. Dat men ook naar eer en naar geweten ook recht zouden handelen en opzien tot de levende God. Om op een plekje gebracht te worden van ootmoed. Ja, van ootmoed. En in de belijdenis. Oeh, bij ons is het niet hoor. Maar alleen door u alleen. Al die werken en door u alleen, om dat eeuwige welbehaag. Om nu waarlijk gebracht te worden in de belijdenis. Om hem te aanbidden. In geest en in waarheid. Het is een scherp woord dat een apostel Paulus hier allemaal beschrijft in Titus 1. En het maakt ons moe. En het maakt ons afhankelijk. Nu, aan dat getrouwe woord vast te blijven houden. Naar die leer. Naar die gezonde leer. En om de tegensprekers te wederleggen. Er zijn ook vele ijdelsprekers. Verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijderis zijn. Ja, zij beroemden op hun afkomst. Ja, wij zijn Abraham's zaad. Wij zijn uit Mozes. Oh, maar wat was die tedere liefde? Wat was die, oh, die vrede? Wat was nou die vrede die alle verstand te boven gaat? En daarop, hij moet ook scherpelijk bestraft worden. Opdat zij gezond mogen zijn. En niet begeven tot Joodse fabelen. Zo hebben wij vanochtend enkel ogenblik gehoord. Vanuit die zendbrief van apostel Paulus aan Titus. Maar wij voelen ons vermoeid. Maar toch is het daar die begeerte in het hart. Uw werk. Uw werk. Houd dat in het leven. Gedenk. In het midden der jaren, in de toren des ontfermens. Dat uw naam verhoogd zou worden. Uw naam en kracht. U bent het waard, gevreesd en om gediend te worden.